In de vorige aflevering bezochten we in Nieuwpoort onder meer het sluizencomplex De Ganzenpoot en het monument voor de onderwaterzetting. Daarna zeilden we door naar Duinkerke en vervolgens zeilden we nacht door naar Djeb. Deze aflevering begint in Djeb. Zo leuk. Dit is de winkelstraat van Djeb. En daar ook. Kijk, we zitten nu aan een welverdiende karameliet en wafels. Nee, pancakes. Kijk maar eens even. Super Frans. We gaan nu, we vertrekken nu uit Djeb en we varen richting Fécamp, denk ik. Je weet nooit waar je uitkomt, maar dit is de bedoeling. We zijn onderweg naar, van Djeb naar Fécamp aan de Franse Normandische kust. En er staat 2 of 3 knopen wind. Dus dat is geen wind, zeg maar. Dus we varen op de motor. En het weer is een beetje wisselend. Af en toe dan komt het zonnetje lekker door en is het heerlijk warm. En als het zonnetje weg is, dan is het in één keer heel koud. Dus dat is jammer. Maar we genieten er wel van. Ik zal even de kust laten zien. Echt leuk. Kijk, hoor. Ik zal blijven staan. Een beetje jammer. Steuren krijtrotsen. Van Normandië. En de boot vaart zichzelf, dus daar hoeven we verder niks aan te doen. Beetje lezen. Beetje kijken. Beetje internetten. Superleuk. Onze scheepshond heeft wel een hele bijzondere plek gevonden om lekker te slapen tijdens dit tochtje. Ik zou het niet verzinnen zelf. Heerlijk, hè? Wat een leven. Bijna in Fécamp. En het grappige is, ook hier lopen we met een Nederlands jacht tegelijk binnen. 2 waarschijnlijk zelfs. Apart, hè? Als ze niet doorgaan trouwens. Dat, maar lijkt me niet. Dat is Fécamp. We hadden altijd achterop de boot een vaste joon. Die als er iemand overboord gaat, dan keil je achteraan. En dan heb je zeg maar een baken waar je op af kan varen. Om het bemanningslid weer zeg maar terug aan boord te halen. Maar dat vond ik niet zo heel handig, zo'n vaste joon. Dus ik heb op een gegeven moment zo'n opblaasbare Denboy gekocht. Dat is hartstikke leuk. Zit een lampje in en als je hem overboord uit de zak haalt en overboord gooit, als iemand overboord is gevallen, dan blaast hij zichzelf op. Er zit een zeeanker aan, dus hij blijft netjes op dezelfde plek liggen. En er zit een lampje in en een vlaggetje op en hartstikke mooi. En die hang je dus op het hek. En dan, dan neemt dat niet heel veel ruimte in. Dat is echt super. Punt is echter. Dat het ding, als die achterop hangt en een beetje water pakt, ook spontaan kan opblazen, kennelijk. En dat heeft de mijne gedaan.
Ik zal dat even laten zien. Hop, kijk. Daar hangt hij. Dat is hem. Super handig. En normaal gesproken haal je die open, trek je dit eruit en dan gooi je dat eigenlijk achter de man aan die overboord is gegaan, of vrouw, maakt niet uit. Maar ja, hij is, ik zal even een beetje richten. Maar deze is dus in het tasje spontaan opgeblazen. Hij zal wel wat water gevangen hebben, ergens onderweg. Maar ja, dit is nu echt een nogal solid pakketje geworden. Dus deze krijg ik er never nooit meer uit. Dus ik denk dat we hem even gaan ontleden. Want als deze eruit is en we hebben hem opnieuw opgevouwen. En een nieuwe rearming kit, dus een nieuwe CO2 cilinder. Nou, of zo. Nieuwe CO2 cilinder erin. Nieuwe zouttablet, dan kunnen we hem natuurlijk weer gebruiken. Maar zoals die hier nu hangt, is het onbruikbaar geworden. Dus we gaan hem eventjes ontleden, denk ik. En ik vrees dat dat met een mes of een schaar of iets, in ieder geval iets wat het tasje kapot maakt. Want ik zou niet weten hoe we het anders moeten doen. Dus dat. Hey, ik maak me een beetje zorgen. Heb je je veiligheidsmasker op? Ja. Ja. Nou ja, dan komt hij. Ja, dat valt mee. Hij is al een beetje ontladen. Die is leeg. Ja. Ja, die is leeg. Komen. Ja. Ook tevens te gebruiken als windzak. Ja, mooi. Als komen. Ja. Ook tevens te gebruiken als windzak. Ja, mooi. En er staat een hele goede handleiding bij. En er zit zelfs een fluit bij. Ja. Een lampje. Ja. Ja, die moet je af en toe ook testen. Dus die flits. Eens in de, ja, nat maken. Ja. En dan de flits. Ja. Ja, cool. Super handig. Ja. Oh, gaat het er uit? Ja, gaat er zelf, denk ik. Of. Oh. Oh. Ja, zelf on, of. Kijk. Ja, super handig. Ja, dat is het. Dus met handwerk is het weer een beetje in elkaar te rijden. Ja. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om een nieuw tasje te kopen, maar repareren had ongetwijfeld ook gekund. Kijk, hier zie je dat hij groen groen is. Ja. Dat was hij waarschijnlijk de vorige keer niet. Klaar. Ja. Nou, overboord gooien. Testen. Testen. We zijn in V-Kamp. In V-Kamp wordt Dom Benedict 10 gemaakt. Dat is een likeurtje. Frans likeurtje. Dus daar moeten we even fresh of wat van scoren. Maar het is een beetje treurig weer. Dus we gaan alleen maar eventjes naar... het Palais de Benedictine, zoals dat dan heet. Palais Benedictine. En daar is dat zwart gebeurd. Maar het weer is triest, dus ik zal even laten zien. Dit is de haven. Op dit moment. Beetje regen. En weinig wind ook. Heel klein beetje wind. De wind is vandaag alweer een graad of 90 tot 100, 20, 30, 40 gedraaid. Nou, flink gedraaid in ieder geval.
Dus er is volgens mij net een laagje overgekomen. Het is het wachten even dat we wat stabieler weer krijgen. Nou, je moet er wat voor over hebben, maar ze zijn binnen. Kijk. Hoep. Huppakee. Deze moet er ook blijven. Deze moet er... Bijna goed. Oh jongens, kijk. Nog eentje. We vertrekken weer vanaf Le Camp. Hé Ben? Superleuk. Zo typisch Normandisch weer. Hey Ben, wat ben je aan het doen? De boter aan het droog dekken. Kun je het niet droog houden vannacht? Nee, ik ben een beetje even snel. Ah. Maar het is allemaal zoetwater. Ja. Aangezien we onder de planken wat vocht vonden, dacht Ben het denk ik nodig om het een en ander maar te gaan droog deppen. Kijken of we het ergens het lek boven water kunnen halen. Maar niet. Het gaat helemaal goed. Zijn we het niet aan het zien? Nee, volgens mij niet, hè? Nee. Het is pas de eerste emmer, hoor. Dus, Hoeveel denk je nog dat er nog uit moeten komen? Nog wel één, denk ik. Oh. Oké. Okay. Zo'n minuutje of 30 is wel. Oké. Okay. Oké. Okay. Hey Tommy! Kom je ook even kijken? Ja! Nou, we steken de Fargo bij Le Havre over. Nou, dan kom je dit soort dingen tegen. Oh, ook weer ferries. Die naar deze vaart dan naar Engeland, Plymouth. En ze lijnen gewoon overboord. Natuurlijk. En dit is Le Havre. En die laten we links liggen. En dat is ook nog wel aardig, gaat een racebootje. De Ocean Race. Nou, dat denk ik niet. Dat stond toch? In de IS. Echt? Is de Ocean, Ocean Joy heet die. Of Ocean. Enjoy Racing. Enjoy Racing heet die. Ja, nou, hij vindt racen leuk. Nou, dat is fijn als je zo'n ding hebt. Als je dat dan stom vindt, dan is dat heel onhandig, denk ik. We varen nu de rivier op richting Honfleur. We hebben een heel klein beetje stroom tegen. Maar meer dan 3-4 knopen is het niet. Jezus. Nou, dat ziet er dan zo uit. Valt me nog mee dat die boei blijft liggen eigenlijk. Maar wij gaan intussen op de motor en het fokkie en... Ja. Nou, soms zie ik knopen tegen dus. Nou, dit is het sluisje van Honfleur. Dus als we hier doorheen gaan... Dan komen we in de haven eigenlijk. We zijn 20 minuten te vroeg aangekomen.
We hebben zojuist eventjes contact gehad met de sluismeester. En die, over 20 minuten gaat hij dus open. En wat wel grappig is, het stroomt hier dus knoop of 3. Nou, 2,5 om precies te zijn, want we varen nu 2,5. En we blijven, zoals je daar kan zien, precies voor de sluis liggen. En dat doen we niet zelf. Dat doet de stuurautomaat. Die staat gewoon aan. Zo. En die stuurt ons... hij is een beetje zenuwachtig vandaag. Dat is ook spannend, hè? Maar die stuurt ons gewoon keurig... dat we hier blijven liggen. Dus... supergoed idee, Pet. Ja. Dat is weer even een testje. Testje getest en goed bevonden. En we hebben hier een keffertje. En die vindt dat hij ook buiten moet. Nou ja. Heel spannend. Ja. Dit gaat goed. 2-3, 2-4. Kijk de achterlijn eerst, Pet. We liepen net in de ingang een heel klein beetje vast. Maar de sluiswachter die riep ons op en die vertelde dat als we 15 meter meer naar het oosten gingen, dat we wel naar binnen konden. Nou, dat hebben we dan maar gedaan. Dus dat ging goed. En ja, deze deur gaat straks open, hoop ik. Denk het wel. Kijk, wat wel cool is, is dat deze boulders waar we nu aan liggen, die bewegen mee naar boven. Dus ja, we hebben nu vastgelegd en met een beetje geluk dan... gaat het allemaal gewoon mee. Dat is cool. Zo weer een hoop gedoe. En zo zijn we 7 meter gestegen. In de volgende aflevering bezoeken we Honfleur en zeilen we door naar Deauville, waar we net op tijd binnen zijn. Anders hadden we vanwege laag water voor de sluis in de modder mogen overnachten. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.zeilingeva.com voor de nieuwsbrief, volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!